De US dollar als wereldreservemunt komt steeds meer onder druk. Hebben we spoedig een dollarcatastrofe te verwachten? Beste kijkers, goede avond bij het mediacommentaar van vandaag. De Russische president Poetin heeft besloten om olie- en gastransacties voortaan af te rekenen in euro, respectievelijk zelfs in roebel, als gevolg van de Oekraïne-crisis die door het Westen gedirigeerd is en de sancties tegen Rusland. Dit is echter slechts het begin. Blijkbaar onderhandelen Rusland, China en Iran om hun bilaterale handel, speciaal de grondstoffen, in hun eigen valuta af te rekenen. De planning voorziet dus om de dollar niet meer te accepteren als betaalmiddel. Zoals Charles de Gaulle het eens betitelde, de wereldreservevaluta te controleren is een exorbitant, dat wil zeggen een uitzonderlijk privilege. Ook US-minister van Financiën John Connolly zei in 1971: de dollar is onze valuta en jullie probleem. Hoe werd de dollar de wereldreservevaluta? Heel eenvoudig. De intrede als wereldmunt begon met het verdrag van Bretton Woods. De ministers van Financiën en de circulatiebankiers uit 44 staten kwamen in 1944 samen in deze kleine plaats om de naoorlogse verordeningen voor de financiële wereld te bespreken. Beide wereldoorlogen hadden vooral in de Europese landen enorme sommen verslonden. Veel staten waren nauwelijks nog betaalkrachtig. Daarentegen was de US opgeklommen tot wereldmacht. De wisselkoersen werden in Bretton Woods vastgemaakt aan de Amerikaanse dollar. De dollar werd gedekt door gouddeponering. Toen de Japanse, Europese en vooral de Duitse economie een boom beleefden en de gouddekking werd opgegeven in 1971, nam de vraag naar dollars, die toen onbetrouwbaar geworden waren, massief af. Daarom grepen de Amerikanen naar een truc. Men kwam met de OPEC, de leidinggevende aardolieproducenten, overeen dat de aardolie alleen nog mocht gefactureerd worden in dollar. Zo had men alweer een kunstmatige vraag naar de dollar geschapen, wat praktisch betekent dat niemand op de wereld aardolie kan betalen in zijn eigen valuta. Eerst moet hij dollars kopen om daarmee te betalen. Zo werd ook het begrip oliedollar gecreëerd. De USA konden hun valuta wereldwijd verkopen als waar, een gigantische business. Dit mechanisme heeft het Amerika mogelijk gemaakt een wereldwijd leidinggevende militaire en onderdrukkingsmacht te worden, alhoewel het schulden heeft in de hele wereld. Het is niet verwonderlijk dat de Russische president Poetin op een conferentie in 2012 zei dat het financiële oliedollarsysteem als een parasiet aan de andere staten hangt en hen uitzuigt. Wanneer in het verleden afzonderlijke staten zich afzetten tegen deze dwang, werden ze door Amerika tot de orde geroepen en indien nodig, zoals een hoge Amerikaanse generaal het beschreef, naar het stenen tijdperk gebombardeerd. Tot deze treurige feiten behoren Irak met Saddam Hussein en Libië met Gaddafi. Nu komt het erop aan in het oog te houden of Amerika niet alleen Rusland, maar ook China tot rede kan brengen en, indien nodig, opnieuw oorlog wordt gestookt. Of dat Amerika tandenknarsend zijn overwicht en kunstmatige vraag naar dollars moet prijsgeven. In ieder geval zullen de Russen hun olie niet meer willen verkopen voor dollars. Ze willen in hun eigen valuta, in roebels, worden betaald. Daarmee is tenminste bij de Russische olie- en gashandel de leidende rol van Amerika gebroken. Dat Rusland en ook China momenteel bereid zijn Amerika het hoofd te bieden, is gebleken in het Syrië-conflict, maar ook bij de omwenteling in Oekraïne.
Amerika moet zich instellen op een verschuiving van de machtsverhoudingen. Of dit vreedzaam zal verlopen, moet op zijn minst in twijfel worden getrokken. Bieden wij deze macht het hoofd door nog meer voorlichting? Kijk daarom volgende keer weer naar Klaagmuur TV en verspreid het nieuws. Tot gauw.